Hallo, mijn naam is Steven van Os. We gaan het vandaag over het kinderdagverblijf hebben. Let's go! Lezen, online. En ja, er is weer schreeuwend tekort aan personeel in de kinderopvang. Zo, dat was een moeilijk woord, jongens. Nou, ja, er zijn hele grote wachtlijsten. Echt heel lang. Er is bijna heel weinig personeel. Ze werken met hele kleine contracten, is echt niet fijn. Er is ook een groot kennisgat eraan, maar ja, er zijn heel weinig. En er zijn heel weinig schoolverlaters, dus... Ik denk dat het nog heel lang gaat duren totdat er een groei is in de kinderopvang. Nederlandse kinderen gingen het vaak naar de kinderopvang van heel Europa. Nederland is heeft de grootste kinderopvangopname in 2014. En dat is 3 keer zo groot als andere landen. En daarom is er zoveel tekort aan personeel. Denk je echt dat iedereen naar de kinderopvang wil werken? Ik denk het niet. Denk daar eens goed over na. Hallo, we zijn naar de kinderopvang geweest en hebben daar een interview genomen met de vrouwen. Alleen we mochten daar niet filmen vanwege de rechten. En we hebben ook zo anoniem blijven. Dus daarom speel ik dit interview na hier. Je mag komen. Goedemiddag. Goedemiddag. Mijn naam is Dave van Os. Moet je misschien wat te drinken? Nee, dank u. Nou, wij zijn hier voor een opdracht van OVK. We moeten een interview houden. Ja. Een interview over uw opleiding en over andere dingen. Ja. Dus kunt u mij kort vertellen wat uw opleiding was? Mijn opleiding begon eigenlijk met onderwijsassistent. Daar ben ik van afgegaan. Omdat ik pedagogisch medewerker aan de kinderopvang wil volgen. Oh, dat is heel leuk. En het werk. Wat doet u allemaal? Wat is uw dagelijkse routine? Mijn dagelijkse routine is de kinderen begeleiden met allerlei werkjes, knutselwerkjes. Leuk. Maar natuurlijk zijn er ook de minder leuke taken, zoals de wc's opruimen. En de kinderen maken soms nogal een troep. Alles heel iets ups en downs, hè. En het werk, hoe lang doet u dat al? Ik ben nu 6 jaar werkzaam op de kinderopvang. Ik heb hier voorheen nog in Eindhoven op een kinderopvang gewerkt. En dat was 2 jaar en nu werk ik hier al 4 jaar. En verder, vindt u het nog steeds leuk? Zegt u nog steeds de leuke dingen die u leuk vindt? Ja, natuurlijk. Het werk blijft altijd leuk, want iedere dag kom je nieuwe uitdagingen tegen. En natuurlijk is er ook meer omgang met de collega's dan op andere banen. Nou, ik hou ervan wat ze net allemaal heeft gezegd. Heel erg bedankt voor dit interview. Dank u wel. Ik ben u zeer dankbaar. Vergeet niet, jongens, ik heb 5 keer gebeld naar een kinderopvang en 2 keer ge-e-maild en niks heeft nee gezegd. Deze vrouw zei ja. Ik bedank haar hier heel erg voor. Wist je dat over de opleiding? Dat je voor de kinderopvang een opleiding pedagogisch medewerker moet hebben. En je kan er niet zomaar in komen. Je moet creatief zijn. Heel erg creatief. Het is ook dat je een VOG nodig hebt en dat betekent dat je geen strafplannen moet hebben. En je krijgt ook een studentenverkorting, dus je opleiding wordt verkort. En daardoor kan je sneller aan het werk, omdat er zoveel nodig is. Maar tegenwoordig doet niet iedereen dat. Denk daar ook eens over na. Dat was het, hoor. Waar wachten jullie op? Wij wachten op jouw filmmoment. Dat het ook in de bloepers.